In de Johan Cruijff Arena spelen de amateurs van Ajax tegen de profs van FC Utrecht. En de Utrechters in de 9e minuut. Mooie bal van Kleiber voor en Cyriel Dessers maakt het af. 1-0 de voorsprong dus voor FC Utrecht. Dat weer eens supporters mee kon nemen naar de Arena. 174 zaten er op de tribune. En die konden in de 23e minuut voor de tweede keer juichen. En voor de tweede keer ook voor Cyriel Dessers. Hij maakt er 2-0 van. En dat staat dus tegen de amateurs van Ajax. Zij spelen in de hoofdklasse. En ze hadden in de eerste helft hoegenaamd niets in de melk te brokkelen. Hier is het een mooi hakje en is het het meenemen van Yassine Ayoub. Die het 3-0 maakt. Dat was in de 25e minuut. En de Utrecht fans begonnen al 10-10-10 te scanderen. En het tempo wat Utrecht dan te pakken had om dat te bewerkstelligen, dat lijkt dat te rechtvaardigen. Dit is Zakaria Labiat, niet zelfzuchtig. Legt die bal neer op Lucas Görtler. En die maakt er 4-0 van. Half uur onderweg. En een dikke score is dus aanstaande. De vijfde is er ook. En dit is mooi meegenomen zeg. En prachtig afgemaakt van Matthew Willock. De huurling van Manchester United met zijn eerste goal voor FC Utrecht. En dan wordt het niet veel later ook nog 6-0. Kleiber aan de rechterkant. Hier nog een redding van de keeper. Maar Zakaria Labiat maakt er in de 45e minuut 6-0 van. Dat is ook de ruststand voor de ploeg van Erik ten Hag. Dit zijn een aantal van die meegereisden uit Utrecht. Na rust gebeurt er, dit is een beetje typerend, weinig tempo. De overwinning is binnen, de volgende bekerronde is bereikt. Dan is dit nog wel een vlotlopende aanval, die overigens wel afgevlagd wordt voor buitenspel. 6-0 was de ruststand, 6-0 is ook de eindstand. En dus Utrecht, dat verder bekert.